Jongens, vandaag zijn we weer in Content Veen. En terwijl ik hier vrolijk rondloop, valt me één ding op. En dat is dat er nog zoveel lege plekken zijn waar eigenlijk gebouwen horen, jongens. Dit kan toch helemaal niet wat je hier ziet? Oh nee! Welkom allemaal bij deze nieuwe video. Aardappelpuree, frikandel, Fred. En abonneer natuurlijk, dat doen we vooral. Vandaag wil ik de video beginnen met een paar timelapsen, jongens, waarin ik dit huis ga bouwen. Ik weet niet of Rick hier nog wat gaat bouwen, maar hij heeft pech, want het heeft te lang geduurd. Ik ga hier nu wat bouwen. En ik wil hier wat bouwen. Ik denk dat ik het niet allemaal ga redden. We gaan ons best doen. Maar laten we beginnen met dit prachtige huisje hier. In 3, in 2, in 1. Jongens, daar was ons eerste prachtige huisje. En ik ben er heel tevreden mee. Zoals je kan zien heb ik sandstone gebruikt. Dit puur en alleen omdat aan deze kant van de Rijtjeshuisstraat, jongens, heb je 1, 2, 3 huizen met sandstone. En als we deze kant op kijken, had er nog geen één, had er eentje. En ik dacht, damn, dat moet nog even gebeuren. Dus vandaar dat hier ook een huis met sandstone is. Puur om even het contrast een beetje terug te laten komen. En wat ziet het er hier nu gezellig uit dat daar een huisje staat, hé? Oh, wat hou ik van dit gedeelte van de stad. Maar terwijl ik met mijn huisje bezig was, wat is dit? Waarom staat die dirt? Hallo, weg. Waarom zijn die particles? Oh, er staat een enderman. Sterf, 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 sterf. Terwijl ik bezig ben met mijn huisje, jongens, dan heb ik een paar dingetjes heb ik ook nog meegedaan. Namelijk ook mijn tools weer opgehaald. Rini Rangen, Barry Batter en de Toetertovenaar trouwens niet. Maar die heb ik opgehaald in een hele winkeltje, want die waren klaar. Dus daar ben ik gelijk, heb ik ze mooi terug. Dan bedacht ik mij, weet je wat, jongens? Tot nu toe, alle huizen die je hier ziet, nog steeds het roze. Daar ben ik nog steeds helemaal mee eens dat het roze is. Dan daar een keertje weer even vervangen worden voor de kleur waar het origineel van was. Om een beetje de stad mooi te houden. Maar wat ik mij bedacht, ik geef altijd gewoon huizen weg die ik bouw. Oftewel, wat ik nu ga doen, is huizen te koop zetten. Te koop. 20 dia. Zo, 20 diamonds ga ik je voor vragen. Jongens, 20 diamonds. Dan zou je zeggen, oh, waarom is zoveel? Omdat het moeite kost en je moet investeren in stenen, jongens. Wijze levensles. Zo, dan heb ik wat red dye en een barrel gepakt. Dit omdat ik dan de kassa er gelijk bij kan maken. Dan krijg ik even nog wat meer signs nodig. Dan zetten wij hier zo... Hoppakee, met daarop een bordje. Kassa, doen we die ook zo. Zo, zo, hoppakee. Kijk jongens, dat is het eerste huis te koop. Te koop, 20 dia, kassa. Gaan we deze hier links, gaan we gelijk ook even te koop zetten. Te koop, net zo groot huis ongeveer. Dus laten we zeggen 20 dia. Behoorlijk groot huis dit. Hier gelijk kassa, zo, zo. Dit huis hier is ook groot, maar... Ja, deze is trouwens ook groot. Hier doen we ook gewoon 20 dia voor. Komt-ie. En dan nu dit huis, jongens. Dit is eigenlijk van Frederik natuurlijk. En ik verwacht dat we vandaag Frederik in de stad terugkrijgen. Dus het huis is helemaal ready voor hem. We hebben vorige aflevering al gedaan. Ik ben benieuwd wat hij ervan gaat vinden. Hij heeft hem niet te kopen, want ja, ik moest hem verwelkomen. Hé, wat is hier met vroeg gebeurd? Waarom is dit nog niet mooi? Dan ben ik blij dat ik stenen op zak heb waarvoor ik dit kan gebruiken. Dat huis ga ik ook nog te koop zetten. Komt hier zo. En deze doen we 15 diamonds. Deze is iets kleiner, dit huis, jongens. Het is niet een heel groot huis, deze. En het ergste van allemaal, waardoor deze ook gelijk een stuk minder waard wordt, jongens, is dat het naast... Hoor ik nou Fred? Oh, de... Hallo Fred, wat ben je aan het doen? Hallo. Hallo. Wat is het? Onderhoud aan wat? De bank. Oh, je bent met de tweede verdieping bezig. Mag ik zien? Nee. Ik kom er nu aan. Ik ga het zien. Oké. Okay. Gesloten wegens vernieling. Fred, hoe kan dat? Wie heeft de bank vernield? Jij. Ik? Ja. Dat is niet waar. Wel, flashback. Dat heb ik niet opgenomen, Fred. Oké, de poort. Mag ik echt naar boven? Via dit? Probeer maar. Oh, er is nog helemaal geen trap? Nee. Oh, dus ik kan niet naar boven. Nee. Oké, okay, nou dan kom ik wel straat af, is oké? Okay? Je kan het. Ik ga de bamboe. Via de bamboe? Ik kan toch niet de bamboe opklimmen? Ik ben toch geen panda? Hoi. Hallo Fred. Hallo. Ik wacht wel tot het af is, oké? Okay? Duurt nog lang. Oké, okay, maar kan je eens meekomen, Fred? Loop eens met me mee. Kijk, ik heb een nieuw huisje gemaakt en ik ben huizen aan te kopen aan het zetten. Zodat mensen misschien huisjes gaan kopen hier. Maar ik heb dit huis hier nu gebouwd. Zie je? Prachtig mooi huis. Maar hij is weg. Oh, hij staat bij zijn winkel. Onderhoud. Wat onderhoud? Pullen. Maar kijk, ik heb dingetjes te koop gezet, huisjes hier en zo, weet je. Dus mensen kunnen als ze willen huizen kopen. Maar het ding is, Fred, hier moet ook nog een huisje komen. En ik dacht, misschien vind je het wel leuk om samen dit huisje te bouwen met z'n tweeën. Oh jee, verschillende projecten. Ja, maar hij heeft niet groen of zo. Ik bedoel, het is gewoon een huisje voor iemand... Nee, het is een huisje voor iemand anders, dus geen groen. Gewoon normaal in de stijl van dat alle huisjes zijn, oké? Is al bezet.
Ja, alleen weet je wat het is? Ze zouden hier een huisje bouwen, maar het duurt zo lang. En de plek blijft maar leeg. Want ik dacht, nou weet je wat? Ik ga er zelf gewoon wat bouwen en dan mogen ze het van me kopen. Hier, zet jij maar een nieuw bordje neer. Groen huis in aankomst, Fred. Nee, Fred! Geen groen huis! Hier, ik reserveer hem wel. Hey, René is er. Hey, René. Hallo, Kat. Gereserveerd Fred en Max. Ik weet niet waarom mijn naam niet in hoofdletter staat, maar volgens mij heb ik gereserveerd. Fred is alweer weggelopen. Nee, hij heeft mijn katten gestolen! Hallo! Nee, Fred, hou op. Nee, Fred, dat kan niet. Wel, toet toet, katten te koop. Ik wil ze allemaal. Nee! Hallo! Voor jou, nee. Alsjeblieft. Nee, dat zijn mijn katten. Kom, kom hier. Waarom verkoopt Fred ze dan? Nee, niet. Hij pakt ze gewoon en zegt dat ze te koop staan. Oh, dan koop jij geen groene dingen alleen? Jawel. Hier, maar die kat heeft groene ogen. Nee, kom mee. Ik neem ze weer mee. Mijn katten. Toet toet heeft groene ogen. Gaat gewoon mijn katten te koop zetten. Loesen. Zo. Oh, hallo Fred. Hallo. Gaan we beginnen. Gereserveerd. Fred! En Max. Gaan we beginnen aan het huis samen? Ja. Timelapse. Ik heb een idee. Nou? De timelapse wordt achterstevoren afgespeeld. Nee, hij wordt niet achterstevoren afgespeeld, Fred. Zodat het lijkt dat wij het afbreken. Ja, maar er is letterlijk niks om af te breken. Nee, dat klopt. Het huis. Dus we beginnen nu met een normale timelapse, Fred. In 3, in 2, in 1. Dat is een mooie timelapse, Fred. Ik ben trots op ons. Ik ben heel blij met het resultaat dat we bereikt hebben. Er zit een beetje mijn verwend. Idee. En nu jouw idee. Weer afbreken. Oh, nee. We gaan hem niet afbreken, Fred. Ook niet in de timelapse. Oh. Dat gaan we niet doen. Maar wat ik wel de hele tijd hoor, is allemaal gets en gebeur en gets, weet ik wat. Ik hoor allemaal monsters en weet ik wat. Dus laten we samen even op onderzoek gaan. Oh mijn god, Fred rennen. Fred! Groen. Nee, Fred! Nee, Fred! Creepers! Fred! Kijk uit! Oh, het komt hierheen! Het komt hierheen, het huis in. Oh mijn god. Fred, groen. Ja, ik weet, ja, dit is meer blauw, maar ik weet dat creepers groen zijn. Hier, ik laat het groene wel naar binnen. Voor jou. Nee. Pak hem, Fred. Hier, we hebben hem. Niks meer aan de hand. Oh mijn god, Fred. Jouw probleem. Nee, zo jij mijn probleem. Mooi. Wil je wat leuks groen zien, Fred? Nee. Komt ie, hè? Het is weg. Huh? We zijn gered. Mooi. Huh? Hoe is het ineens weg? Ah, het zal wel. Kom, we gaan het hieronder even belichten. Ik word helemaal gek van die zombiegeluiden en zo. Hallo. Oh, hij is vriendelijk. Nee. Au. Nee. Au. Nee. Au. Hij komt voor jou, Fred. Dat wil ik niet. Ga maar weg, meneer. Hij komt voor jou. Een klant van mijn winkel. Kom maar mee. Ja, wil met je mee, inderdaad. Kijk maar nog wat dingen wil. Nee. De zombie heeft Fred vermoord. Nee. Arme Fred. Fred. Oh, de zombie heeft Fred letterlijk gewoon neergeslagen. Laten we kijken of Fred... Fred ook echt niks bij zich. Hij heeft letterlijk geen blokje meer op zak. Laten we even kijken of hij bij zijn huis is gerespawnd. Ja, Enderpearl. Waar landt hij? Die gaat zeker in het water landen. Ja, die landt... Waarom is een Enderpearl zo zwak? Fred, ben je thuis gespand? Fred! Zeg maar dat je thuis bent ingespand gewoon weer. Fred, Fred, waar ben je? Fred, oh mijn god, volgens ik mij ben zit... Ik ben hier. Hallo. Wat ben je aan het doen? Belletje spelen. Oh god. Fred, hoe voel je je? Je bent door een zombie... Is dat een magneet of zo bij je aan de hand? Mijn rug doet pijn. Fred, ik denk dat de magneet je op heeft gepakt. Aha, ik vind het gek. Wow, zo hang je aan de magneet daar. Kom even. Zo kan ik het beste concentreren. Het ziet er zo stom uit. Je zit echt, je hangt gewoon echt aan het magneetje of zo. Nou, kom, ga eraf. Waarom? Kom dan, nou, we gaan moeten verder gaan. Oh. Mensen willen de binnenkant van het huis zien dat we gebouwd hebben. Oh ja, oké, let's go. Kom. Hoor je dat ook? Nee? Nee. Hoezo niet? Kwam dat van jou? Was dat je spellen? Was dat mijn oven? Je oven? Huh, nee, het komt van buiten. Huh, wat was dat? Ik denk wel dat het de oven is. Het is niet de oven, Fred. Wacht, misschien dat we het nog een keer horen. Ja, ja. Oké, Fred, blijf jij hier. Ik ga even kijken wat het is, oké? Blijf jij hier? Ik doe mee. Nee, ik ga snel. Ik blijf hier. Laat even snel kijken wat het is.
Waar kwam dat vandaan? Ik hoorde het hier vandaan komen. Ik hoorde letterlijk... Brum, brum. Dat is meestal een soort oorlogshoren in Content Veen. Dat staat bekend als de oorlogshoren. Dat er een of andere oorlog gaande is. Maar waar is het? Wacht, ik ga heel even snel wat brood kopen. Of wat weet ik voor wat ik op dit moment kan kopen wat er in de winkel is. Vlees, ook goed. Dan doen we even wat vlees kopen zo. En dan ben ik toch wel heel benieuwd waar het vandaan komt. Hé, hey, Julian is er. Wat was dat? Hier, hoor ik het weer. Hé, dat komt daar vandaan. Het komt de hele tijd een beetje hier vandaan. Wat is dat? Alsof het van de boom vandaan komt. Is het de boom? Hmm, ik snap er helemaal niks van. Oh, daar vandaan. Oh, is dat een nametag? Hier is iemand. Nee! Frederik, jij was het. Ah, Frederik? Mm, hallo. Ik wist dat jij het was. Dat is zelfs niet waar. Wat is een beetje... wat is dit? Ja, dat is die ballon waarmee ik dat boekje had gestuurd. Oh, die is gedaald. Ah. Ja, die is gedaald. Die ben ik even aan het opruimen. Jij bent wedergekeerd, Frederik. Ja, zeker. Ja, zeker. Ik doe alsof er niks gebeurd is. Dus ik ga gewoon weer naar huis. Ik hoop dat je alles hebt voorbereid. En dan, ja, mooi. Voorbereid. Ik heb een nieuw huis voor je gemaakt, Frederik. Dat was je geraai ook. Dat heb ik gezegd. Ja, jij zei dat ik een nieuw huis moest maken. Maar inderdaad, ik moet wel zeggen, ik weet niet of iedereen je welkom heet hier in de stad. Dus, nou, dat gaan we nog maar eens zien. Ik wil die macht weer terug. Ik krijg die macht weer terug. En ik wil alles terug. Ik wil alles terug. Zeker wel. Jij gaat geen macht terugkrijgen. Zeker wel, zoals... zeker wel. Snor krijg je ook nooit terug. Daar ben ik overheen. Daarmee kun je me niet meer pakken. Oh, nou kan ik je niet meer pakken. Kijk, kom mee. Welkom. De stad is wel gegroeid sinds dat jij weg bent. Want zonder jou kon de progressie natuurlijk 10 keer zo snel voortzetten. Dus, hoezo? Dat heb je gezien. Ik zag alles. Oké. Okay. Nou, kom maar mee. Ik heb een prachtig huis voor jou voorbereid. Ik wil wel, kijk, dat je mijn aardsvijand bent, oké. Okay. Maar ik wil iedereen die hier woont, die moet wel een goed huis krijgen. Weet je, ik kan het niet maken om jou geen goed huis te geven. Je woont op de... Waterweg. Bang. De waterweg. Nou, dat zullen we nog wel eens zien. Kijk, dit is een huis van Frederik. Ja, mooi. Vriendelijk bedankt. En dan, oké. Oké. Okay. Jongens, Frederik is terug. Ik weet nog niet wat ik moet doen. Laat even weten in de reacties wat jij vindt. Ik wist dat hij terug zou komen. Dat heeft hij vorige aflevering gezegd. Even een flashback daarna. Maar... Natuurlijk wil ik terug naar deze planeet. Dat kan je... Jij mij helpen. Hoe wil ik je... Ja? Aankomst. Ga jij voorbereiden. Ik wil het allermooiste huis. Ik wil de beste spullen. Je wilt het mooiste huis, je beste spullen? Ja, dan niet. Maar goed, dan zul je kijken wat er gaat gebeuren. Laat me alsjeblieft even weten nu in de reacties. Wat moet ik hiermee? Ik weet nou niet of ik Frederik... Kijk, hij staat boven nu al. Ik kan hem niet... Je kan hem niet vertrouwen. Dat is het hele ding aan die Frederik. Vroeger nooit. Ik dacht dat ik hem in de ruimte al laat ontploffen. Maar, ik vind het moeilijk. Vergeet trouwens ook niet even te liken. We gaan voor 3000 likes. 4000. Volgens mij roept hij me. Frederik? Je moet hem wel nog inrichten, juist. Ik ben niet helemaal tevreden. Hoezo niet? Kom binnen. Ja? Wat is er? Waar ben je niet tevreden over? Ik kan daar niet bij. Nee, je moet... Ik weet niet hoe jij dat wil... dat nog aangepast hebben. Ja, dat moet je zelf doen. Oh, oké. Maar waarom ben je hier eigenlijk? Wat is je doel om terug te zijn in Content Veen? Ja, dat zal ik jou eens even vertellen. Dat heb ik jou verteld. Ja, om de stad over te nemen. Maar dan wil je dat... Ten eerste, ik geef je een warm wel. Je mag ook gewoon een burger worden in mijn stad. Als je dat wilt. Je bent een normale burger. Je wilt de stad overnemen. Ik begon hier met de macht. Dus ik eindig hier met de macht. Ja, jij bent nooit begonnen hier met de macht. Zeker wel. Nee, dat is absoluut niet waar. Je kwam hier ooit een keer gewoon aan wandelen. Uit het niets. Klopt. En je hebt nooit de macht gehad. Zeker wel. Veel plezier in je huis, Frederik. Alle wraak zal zoet zijn. Er zal geen wraak komen. Als je ooit iets probeert, sluit ik je op. En dan kom je er nooit meer uit, oké? Dat is wederzijds. Oké, je hebt niet eens een cel hier. Dag, Frederik. Als ik de harde deur harder mis moet doen in Minecraft. Verbouwen. Hoezo verbouwen? Ik ga er geen gevangenis van maken. Doei, Frederik. Dag, hè. Tot de volgende keer. Tot de volgende. Oh, die arme Fred, die moet ik even gaan beschermen. Want ik denk dat Frederik... Ja, hij heeft wel een mooi huis gekregen. Ik weet niet waarom ik hem dat huis heb gegeven, maar... Vanaf nu is dat dus letterlijk Frederiks huis. Het zal alweer gaan veranderen van binnen. Het zal al helemaal eng worden met weet ik voor wat voor toevoegingen allemaal. Wat is dit eigenlijk? Ah! Waar kom je ineens vandaan? Jack was daar. Hoe ben je ineens achter me? Ik ging even naar de bank toe. Dit is de bank, ja. Hier kan je een kluis openen als je wilt. Maar, ook dat zal van mij worden. Nee, dit zal niet van jou worden. Dit is al van iemand. Besloten wegen vernielingen. Ja, het was vernielingen waren gaande. Maar dit kan deze bank helemaal niet meer open. Yo, hou nou eens op met je alles overnemen. Ik ga mensen inlichten. Water zal ook geen water meer zijn. Wat zal het dan worden? Leeg. Nee, het was vroeger leeg. Hou op. Maar goed, jongens. Laten we dit nieuws even tegen Fred vertellen dat Frederik terug is. Want ik denk niet dat Fred dit heel leuk gaat vinden. Fred was natuurlijk, is gemaakt door Frederik. Het is eigenlijk het originele eigendom van Frederik. Dus Fred, ben je thuis? Hallo? Fred? Hallo? Zie je, zit hij sowieso weer te gamen. En dan moet ik eigenlijk voortaan kijken.
Nee, daar zit hij niet. Aan de oplader misschien boven. Hallo. Hij is gewoon niet thuis. Waar is dat, Joch? Het is avond. Of dat Joch, die robot. Hij is natuurlijk altijd bang voor de man onder de trap. Ah! Oh mijn god. Hallo. Oh mijn god, ik wil echt letterlijk net zeggen. De man onder de trap is een schil. Ach, trouwens, Frank? Huh? Ja, dat klopt, ja, Frank. Maar jij was dood. Ik ben heel verbaasd over dat feit dat er echt inderdaad een man onder de trap zat. Ik wil het echt net zeggen. Het verhaal vertellen. Maar dat komt later wel een keer. Hoezo leef jij nog? Altijd al geleefd. Maar ik kom net terug van de uitvaart van een collega van mij. Hij benoemde hem ook wel meneer Bali. Meneer Bali. Is de meneer van de... Wacht, kom even mee naar het bureau. Is de meneer van de Bali dood? Ik dacht dat jij dat was. Ik dacht dat dat jouw graf was. Nee. Want hij is begraven bij... Ja, bij de kerk daar. Ja, dat klopt. Dat is toch de begraafplaats? Ja, maar iedereen dacht dat jij dood was. Echt, iedereen dacht... Nou, nee, blijkbaar niet. Frank, ik moet je wat vertellen. Er is iets heel belangrijks. Ja, maar ik ben wel druk, want er zijn heel veel onderzoeken gaan. Waarom is Klodder bij jou binnen? Waarom staat er een koe hier binnen? Weet ik niet. Hij wil achter de balie heel graag. Ik help hem af. Zeker niet. Kom maar mee, koe. Wat ga je met Klodder doen? Nou, in ieder geval niet hierheen. Nee, dat snap ik. Hij wil achter de balie werken. Nee, hij wil niet achter de balie werken. Jawel, dat wil hij wel. Kom mee, dom ding. Beetje respect tonen voor Klodder. Waar ga je met hem naartoe? Hé, hey, voorzichtig met hem. Zo. Oh, nou, dat is prima. Oké, okay, Frank, we moeten even praten. Wat doe je? Klopt hier iets niet. Nee, de rollen zijn omgedraaid. Wacht, ik draai hem af om. Goeiedag, kan ik je helpen? Goeiedag. Ja, ik kom hier om afspraak te maken met Frank, waarvan ik dacht dat hij dood was, maar blijkbaar dus al die tijd nog geleefd heeft. Wel even kijken of er nog een gaatje is. In het appeltje. En? Heb je gaatje vrij? Genoeg, maar ik weet niet of het vandaag is. Even denken. Vandaag? Even het moet nu. Het moet letterlijk nu. Het kan wel over een... Ja, het kan. Meneer. Meneer. Nu. Ja. Oh. Nu ja. Ja, oké. Okay. Frederik is terug. Ik weet niet of je Frederik kent. Mm-hmm. Hij is terug. Hij woont weer in de stad. Ik kan je zijn huis wel aanwijzen als je dat wilt. Even kijken of ik gaatje vrij heb. Oh mijn god, Weet je wat? Daar, aan de overkant het grote huis. Die daar. Die half in het water staat. Ja, die half in het water staat, ja. Oké, nou vriendelijk bedankt. Fijne dag nog. Maar... Wauw, dat was ook weer abrupt. Een abrupt einde. Damn! Oké, jongens, dus Frederik is terug in de stad. Frank leeft blijkbaar nog. Ik dacht al die tijd dat Frank dood was, maar nee. Frank leeft nog. Frederik is trouwens de dader van de ontvoerder van Fred, hè Frank? Frank? Ik ga onderzoek doen. Ga jij maar onderzoek doen. Doe jij maar even snel. Misschien kan je wel iets met hem bespreken. Of hij misschien weg wil. Hij wil de stad overnemen, zegt hij. Ja, en ik wil de loterij winnen. Nou jongens, dan om even wat anders weer te doen. Om even weer een beetje terug naar de progressie te komen. Ik moet het huis die Fred en ik samen gebouwd hebben, hier deze, die moet ik nog verkopen. Oftewel moet ik nog een prijsje voor bedenken en zo. Dus laten we die even bekijken of we dat kunnen vinden. Dan wil ik een barrel, heb ik nodig. Hier heb ik een barrel, science. En dan heb ik nodig, waar is het hoor? De dye en de glow ink sack. Waar zijn die? Waar is de dye en de glow ink sack? Oh, ik heb de dye hier. Ik heb alleen de glow ink sack wel nodig. Die is op, of niet? Ha, dan moet ik nieuwe halen. Moet ik even een nieuwe kopen hier. Bij Julian zijn winkel. Ah, winkeltje. Hoppakee. Dat kost 1 diamond. Gaat het weer kosten. Zo. Hatsenflats. Gaan we snel weer terug. Oh, ja, ik heb genoeg trouwens. Gaan we snel weer terug hierheen. Hoppakee. Te koop. Wat doen we hier? Het is best een behoorlijk groot huis. 20 diamonds weer. Gewoon 20 diamonds voor het grote huis. Dan doen we zo. Doen we hier weer kassa van maken. Kassa. Ik denk dat ik hier aan jongens echt heel veel diamonds ga verdienen. Ah! Oh mijn god. Frank, waarom? Er gebeuren rare dingen hier. Hoezo? Nou, er staan ineens nieuwe huizen. De katten staan ineens hier. Die kat heb ik... Nieuwe markkraampjes. Ja, dat heb ik allemaal gebouwd. Frank, alsjeblieft je bril op. Alsjeblieft. Waarom? Ik smeek het je, doe je bril op. Waarom nou? Ik smeek het je. Vooruit. Ah, zo. Beter. Stukken beter. Ja, dit heb ik letterlijk net gebouwd. Opgeschreven. Frederik is niet thuis. Daar staat ineens een nieuwe persoon. Die kennen we niet. Dat is Anne. Ik snap er allemaal niks van. Yeah. Oké, okay, ja. Nou, doe je ding. Doe je onderzoek. En kijk maar wat je allemaal kan vinden. Dat ga ik zeker doen. Oké. Okay. Doei. Dag Frank. Dit moet ik dan weglopen. Jij zegt wel doei. Oh, ja. Dag Frank. Oké, okay, jongens. Het huis staat te koop. 20 diamonds. Dus stel, we verkopen alles. Hè. Dan heb ik hier voor 20 diamonds. Heb ik daar voor 20 diamonds. 20, 20 en die daarachter 15. Dat zijn echt... Ik kan echt rijk worden hierdoor. Ik kan serieus zo ontzettend veel gaan verdienen eraan. Dus er moeten wel mensen zijn die het willen kopen. Dus eigenlijk moet ik een beetje promotie maken. Ik weet het. Julian, die is online, die wil een huis kopen. Oké, okay, Julian komt eraan. Dan gaan we even vragen of... Het is trouwens glas gekocht bij mij. Oh, mijn glas is gekocht. Oh, ik word rijk. Dit zijn trouwens al mijn spullen, jongens, die hier staan. Ik word rijk. Oh, mijn glas. Maar dan moet ik betekenen dat ik nieuw glas moet doen. Of dat ik moet hout gaan regelen voor Anne en Noah. Want dan kunnen zij weer zand voor mij gaan regelen. Waarom spring ik zo hoog trouwens? Wat is hier gebeurd? Ja, waarom kan ik zo hoog springen?
Ik voel alsof ik op de maan ben. Ja, ik snap het ook niet helemaal. Volgens mij komt het... Oh, er is een nieuwe beacon. Wacht, ik ga het wel onderzoeken. Er is een nieuwe beacon hier. Volgens mij maar goed. Ah, alleen... Oké, leuke beacon, Anne. Het enige ding is, het is niet echt op een efficiënte plek voor de stad. Zeg maar, hier moet nog een straat komen met huizen en weet ik wat allemaal. En wat zeg jij, Frank? Of er een vergunning voor is. Voor wat? Dit. Dat weet ik niet, moet je bij Anne zijn? Nee. Het ziet er goed uit, Anne, daar niet van. Maar het moet even, we gaan even kijken of we dit een beetje kunnen vermengen met de stad. Want het is nu net alsof jij een vrijstaand huis in de berg hebt staan. Terwijl het in de stad is en dat is niet helemaal happig. Dus de koning moet weer koningszaken opregelen, jongens. Opregelen. Oplossen. Ik weet niet wat ik zei. Laten we in de tussentijd dat we wachten op Julian even vast hier duidelijk een pad markeren, jongens. Want hier komt natuurlijk gewoon een breed pad, wil ik hier maken. Ik wil de hoofdstraat als het ware een beetje langs dit allemaal laten gaan. Misschien dat we zelfs wat we hier in het midden hebben qua graspad, dat we dat hier ook kunnen doen. Dat zou wel heel leuk zijn. Dus laten we dit even gewoon een beetje markeren zoals dit. Oh mijn god, wie is de zwarte van bel aan het drukken? Oh, hou op. Frank, hou op! Je bent letterlijk net terug en je bent nu al gewoon overal weer te vinden. Dat klopt inderdaad, ik moet onderzoek doen. Ja, doe jij onderzoek, ik weet niet of de bel er iets mee te maken heeft. Oh mijn god, nee. Oké, dan gaan we het helemaal doorbrengen tot hier, tot aan dit gedeelte. En dan kunnen we dit namelijk binnenkort ook een keertje verder maken. Want het gedeelte aan de andere kant van de boom is eigenlijk zo goed als af, jongens. Niet helemaal, maar wel al echt heel ver. Oh, dit moet even met dirt opgevuld worden. Zomaar aangelegd, Frank, jongen. Dit is mijn stad, ik woon hier. Ik mag doen wat ik wil. Kisten worden geplaatst. Hij is letterlijk alles wat ik aan het doen ben, is hij aan het onderzoeken. Oh, zeg maar niet dat hij hier ook goed, iets over gaat zeggen. Tot de volgende. Frank, jongen, daar gaat hij weer. De man is terug. Dacht dat hij dood was, maar hij heeft blijkbaar alles overleefd. Nou, laten wij verder gaan. Zo, dan leggen wij dit hele dirtpad hier aan. Spuus zodat we dat ook weer gewoon even plat kunnen maken. Dan eerst maak ik het natuurlijk plat. Daarna maken we de steen van. Jullie kennen het riedeltje. Maar als ik het eerst even plat maak zoals dit, heb ik een beetje een besef van hoe breed het pad gaat zijn. Hoe het er allemaal uit gaat zien en zo. Dus laten we dat ook een beetje doen. Hoppakee. Ja, jongens, gaat de progressie langzaam een beetje deze kant op. Hè. Dan kunnen we dit hier achter ons laten. Soort van, niet helemaal natuurlijk. Maar dan kunnen we gewoon verder gaan met dit gedeelte hier. En eigenlijk dan richting het oude gedeelte van de stad gaan, zodat het één groot gedeelte wordt. Dan heb je niet meer het oude gedeelte en het nieuwe gedeelte. Dan is het gewoon één groot gedeelte. Het voelt echt als twee losse en dat is niet helemaal de bedoeling, vind ik. Het moet wel echt als één gezellige boel voelen. Maar het feit dat Frank dus gewoon nog leeft, is best bizar. Dat hij al die tijd... Jemig, Julian, ik schrik me helemaal kapot. Wacht even. Ik schrik me helemaal kapot dat je er ineens stond. Hé, hey, maar kijk. Jij was geïnteresseerd in één van de huizen, toch? Volgens mij. Ja. Kijk, volg mij. Ik heb er is namelijk nog één gebouwd. Er staan er nu twee. Er staat die hier. Maar die andere hier beneden aan de straat zijn ook te koop, hè? Er staan een aantal huizen te koop. We hebben deze. Ik geef je even een rondleiding. Kom. Kijk. We hebben hier dit huis. Die is voor 20 diamonds. Staat deze te koop? Oh ja. Prachtig huis. Niet zo duur, weet je. Ik bedoel, ik wil niet alles te duur maken. Nee. Best grote onderverdieping. Een behoorlijk grote tweede verdieping. En als verrassing zijn is de zolder echt mega. Dus eigenlijk moet ik hier veel meer voor vragen. Maar ik vind voor 20 diamonds vind ik het prima, joh. Mag je het hebben. Hetzelfde geldt voor het huis hiernaast. Alleen enige nadeel aan het huis hiernaast is dat de ingang vind ik leuker. Maar hij is nog niet zoals die andere qua vloeren ingericht. Dat moet je nog helemaal zelf doen. Hetzelfde geldt voor dit huis hier. Moet je ook nog helemaal inrichten en zo. En het huis daarnaast ook. En het huis aan de overkant ook. Dus je mag zelf kiezen welke je wil. De kassen staat ernaast. Doe je ding. Koop er eentje zou ik zeggen. Koop mag twee. Ze ook allemaal kopen? Moet je ze allemaal kopen dan? Ja, weet ik niet. Ik kan. Maar wat wil je ermee doen? Kan iemand anders meer wat kopen? Dat is ook een beetje stom. Nee, dan ga ik ze zelf verhuren. Nee, dat mag niet. Dat mag niet. Nou, ik zal even kijken. Doe jij even nadenken. Zo, laat maar weten. Je hoeft trouwens niks te laten weten. Zeg maar gewoon als je het gekocht hebt, dan vind ik zelf wel welke je gekocht hebt, oké? Ja, is goed. Kijk, Julian gaat sowieso wat kopen, jongens. Hij mag ze niet allemaal verkopen en dan weer doorverkopen. Dat zou ook een beetje leem zijn, want ik heb ze gewoon gekocht om aan iemand anders te geven, weet je? Zodat die er kan wonen of iets anders een winkel van kan maken. Maar goed, laten we eens verder gaan met dit hier. Zo, kijk, dan gaat dit hierheen. En dan hoppakee. Zo, dan heb ik even stone bricks nodig en walls, want dan gaan we dit gedeelte hier gaan we even doorzetten, dit stukje muur, want dan ziet het er wat, ja, beter uit dan alsof het hoort, weet je. Zo, dan hebben we de blokken die we nodig hadden hiervoor. En dan zet ik heel even mijn shaders uit, om puur om te kijken hoe het er eigenlijk hier allemaal zonder shaders uitziet. Dat is zo'n verschil, hè, jongens. Maar ik ben eigenlijk best wel benieuwd. Fred heeft alle huizen verkocht, dankjewel. Nee, Fred. Nee. Oh, nee. Dat was niet de bedoeling. Wel waar... Hij zegt wel waar te laat. Nee. Nee, 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 nee. 20 dirt. Groetjes, Fred. Nee. Hij is ook echt offline gegaan nu. Oh, mijn god, nee. Julian, koop ze maar gewoon. En haal het dirt er maar uit. Jawel, Fred. Huh? Hoe doet Fred dat? Hij is niet in de tap te zien. Fred is een magician. We moeten dit een beetje afsluiten. Zo, dit kan net aan, past dit bij Anne het huisje. Kijk, en ding is, dan kunnen we hier de ingang een beetje breder maken. Zo, hetzelfde geldt voor hier.
Zo, kijk, dit kan op zich wel, op deze manier. Dan hebben we bij Anne haar huisje, krijgen we een ingang zoals dit. Dat wordt natuurlijk dan gewoon versteend gemaakt uiteindelijk. Zo, hoppakee. Oké, even kijken hoor, want ik heb dit nu een beetje zo gedaan, hoe dit eruit gaat zien als ik dit dan ook allemaal van die walls maak. Maar wat ga ik hier dan achterbouwen? Dat is serieus nog wel een hele moeilijke, ja, moeilijke afval eigenlijk ook wel mee. Best wel een vraag waarvan ik denk, wat gaan we daarmee doen? Dit doen we dan ook aansluiten aan dit. Dan kunnen we hier ook de walls zo tegenaan doen. Dit moet vanzelf wel weer een keertje pad worden. Even denken. I guess gewoon zoals dit, hè. Om het een beetje eentonig te houden. Ja, dan is dit het pad gewoon, hoe het eruit gaat zien. Dan kunnen we hier natuurlijk nu mooie details aan toevoegen en weet ik wat allemaal. Maar het voegt al zoveel toe dat hier überhaupt niet meer gras is. Ik vond dat zo lelijk altijd. En nu heb ik een beetje een idee met wat dit allemaal gaat worden. En ik ben er nu al tevreden mee, moet ik zeggen. Misschien kunnen we hier ook nog wat leuks maken. Een soort klein fonteintje of zo, vind ik van wat. Misschien een, ja, en ik weet niet wat hier komt. Een hooiwagen of zo. Hier komt ook, oh, hier moet dit natuurlijk nog komen. Hier moet ook nog wat leuks komen. Zo, aan dit gedeelte hier. Ik weet niet wat we hier gaan bouwen dan. Oeh, een standbeeld zou hier wel leuk zijn. Ah, ik zet even sign neer. Standbeeld. Ik volgens mij zeg je dan met een D. Standbeeld vraagteken. Zo, dan gaan we die ook nog even met kleurtje zo toevoegen. Standbeeld. Dan hier. Oh mijn god. Zelfde standbeeld. Ja, ik snap hem al. Zelfde standbeeld. Dat gaan we absoluut doen. We gaan hier twee, jongens, aangezien het precies symmetrisch aan elkaar is, kunnen we hier twee verschillende of dezelfde standbeelden maken. Standbeeld. Zelfde. Dezelfde. Zo, komt ie. Hoppakee. Kijk, dan doen we hier een standbeeld. En dan doen we hier een standbeeld, jongens. Ja, dat gaat echt leuk zijn. Dat je dan hier aankomt lopen vanaf hier dan. Standbeeld, standbeeld. Oh, dat is zonde van de roos. Standbeeld, standbeeld. Gaan we absoluut doen. En dan lopen we door. Daar komen we. Hier heb je het huis al. Wat gaan we hier doen? Een huisje? Misschien een heel klein huisje? Ik zal het wel even reserveren. Zo. Klein huisje gereserveerd. Zo, ja. Hoppakee. Klein huisje gereserveerd. Die komt hier. Dan hier denk ik dat ik ook een klein huisje wil. Want ik ben erachter gekomen, jongens, dat denk ik echt heel mooi kan zijn. Als je gewoon ook mini-mini huisjes plaatst, weet je. Gewoon voor de opvulling. Klein huisje gereserveerd. Hoppakee. Dan is dat allemaal gereserveerd voor nieuwe plekjes. En dan hebben we ook nog natuurlijk aan de andere kant van Anne der Huis. Daar komt ook een groot huis. Maar dat pad, dat is een beetje ongemakkelijk hoog dit. Dus ik denk dat ik dit sowieso nu al eentje laag ga maken, dit gedeelte. We kunnen daar vast een beetje een begin aan maken. Want dit is net te hoog. Als je dit ook zo ziet, dat klopt gewoon niet. Het hoort niet zo hoog te zijn. Dus dit gaan we allemaal even eentje lager maken. Zo, kijk. En weet je wat ik me bedenk, jongens? Wat we hier misschien wel kunnen maken. Dan moeten jullie me even mee helpen in de reacties, hè, met dit. Maar wat nou als we hier een soort boerderijstal van maken? Dat hier dan, want er staan natuurlijk al dieren van Anne. En ja, dat is nou, Anne die vindt het, het staat natuurlijk heel mooi en zo. Maar ja, het past wederom, net als dat andere, niet bij de stad. Het past wederom natuurlijk niet bij het stadsgedeelte. Dus wat nou als we hier een soort boerderij van maken, of stallen, dat we hier ook paarden toevoegen en zo. En dat al dat andere dingen. En dan kan het wel gewoon passen. Hallo. Had jij het boekje al gezien? Nee, nog niet. Oh. Want ik heb Kwik. Jij hebt Kwik? Hij staat tussen mijn lama's. Oh mijn god, Kwik leeft nog? Hoe lang staat hij hier al? Leeft nog? Een paar dagen al. Huh? Iedereen dacht dat je dat Kwik dood was. Ja. Huh? En ik wat? Dacht, huh? Hoe heb jij Kwik gewoon gepakt van die kar of zo? Nee. Hij is hier gewoon heen gelopen. Huh? Oh mijn god, dit nieuws moet ik binnenkort verspreiden. Dat Kwik gewoon nog leeft. Ik dacht dat Kwak de enige overleefde. Dan moet ik het graf even weghalen van hem. Ik had al een hele graf voor hem gemaakt. Hij had letterlijk al een eigen graf, maar hij leeft dus blijkbaar gewoon nog. Wat? Oké, dit is goed nieuws. Dit ga ik gebruiken, dankjewel. Blijkbaar leeft Kwik dus gewoon nog. Jongens, in de vorige afleveringen was Kwak was eenzaam. Die had elkaar Rick weggegeven en zo. Maar blijkbaar al die tijd leeft Kwik dus nog gewoon. Damn, dat is wel echt een grappig verhaal. Dat vind ik serieus wel heel leuk. Zo, dan willen we het hier ook nog eentje verder naar voren hebben. Zo, of nou, we doen het gewoon nog eentje lager. Ik vind het niet mooi dat dit zo hoog is. Dat moet nog eentje lager zijn. Ja, hier gaan we 100% gaan we stallen maken, jongens. Er komen paardenstallen. Kunnen we de paarden die we hebben, kunnen we misschien wat nieuwe paarden regelen en zo voor de stad. Die kunnen we dan hier perfect bij de ingang en uitgang zetten. Want dan kunnen ze gewoon zo weglopen, weet je. Ja, maar dat is echt een goede plek om hier de paardenstallen te maken. Met hooibalen en zo, dat gaan we doen. Ik ben het wel helemaal met mezelf eens dat ik dat hier wil. Zo, hoppakee. Dan is dit in ieder geval plat. Dan kunnen we er vast een sign neerzetten met zo gereserveerd paardenstal. Hoppakee, paardenstal, die komt hier. Zo,
Dat vind ik wel leuk om te laten weten. Kijk, en dat het hier plat is, is gelijk ook een stuk beter. Want het was zo raar dat dat zo omhoog liep. Dat het één blokje omhoog liep, dat klopte helemaal niet. Met gewoon het idee van wat die hoofdstraat hier is. Hier kunnen we er helaas niks meer aan doen bij Anne der Huis. Want die is al helemaal gebouwd op één verhoogde funding. Of fundering. Daar kunnen we natuurlijk niks aan doen. Zo, nou, dan ben ik tevreden met wat er vandaag allemaal gebeurd is. Jongens, veel progressie. Echt heel veel weer. Gewoon twee volledige huizen zijn gebouwd. We zijn begonnen met het pad hier. Dat was een hele simpele progressie natuurlijk. Dus gewoon een beetje de outlines maken van het pad. En dan hebben we dit hier plat gemaakt en gereserveerd voor paardenstallen. Gaan we leuk maken. Laat maar even weten als je het niet mee eens bent. En dan is dit gedeelte van de stad bijna, echt bijna helemaal afgesloten, jongens. Dit is gewoon, ja, je kan hier niks meer bouwen hier verder. Ik bedoel, wat moet ik nog bouwen op dit moment hier? Er is geen ruimte meer. Maar voor nu ga ik deze video afsluiten. Ik ga deze kabel eruit halen, want dan kan ik even wat verder van mijn pc zitten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet zeker even niet te abonneren. En te liken, dat is heel belangrijk. En dan nu, kijk lekker het vorige content van deel, want hierin is Frederik, gewoon het bestaan van Frederik teruggekomen. Een hele spannende intro. Ik zou hem zeker even kijken. Laat even een frikandelbroodje achter in de reacties van deze video. Als je gekeken hebt, dan vind ik het leuk. En nu spreek ik later. Graag wel tot de volgende keer. Doei!